Uh, Welkom, dit is Frans Pinaas voor Radio. We staan vast, we zijn live in het uh, World Forum Theater in Den Haag. Naast mij zit de presentatrice van de avond, Lauwien. Uh, hoe ben je hier beland, Lawin? Ja, ik werd um, eigenlijk, ik kreeg een bericht op Facebook van Ryan, mijn co-host, Ryan Haripersad. Uh, Wij hebben elkaar ooit ontmoet op het uh, World Fashion Center, 150 jaar bestaan in Amsterdam. En hij vroeg eigenlijk aan mij, uh, heb jij zin om deze avond met mij samen te presenteren of deze dag? Dus, uh, en, en hij vroeg dus, uh, ja, het, is, het gaat om Diwali. Ik zeg, wat is Diwali? Heel eerlijk, ik kende het dus nog niet eens. Oh, uh. Oh, en nu weet je inmiddels wat Diwali is. We wat zijn is een Diwali week verder ja. en ik weet alles over Diwali. Nou, vertel mij, wat, wat is Diwali voor jou? Het lichtjesfeest. Eigenlijk een soort, denk ik, hè, kerst, kerst onder de christenen is eigenlijk Diwali voor de Hindustanen. Is dat een beetje wat ik, uh, wat ik zo mag zeggen? Voor mij heb je het helemaal goed gezet. En wat, wat verwacht je vanavond? Van wat verwacht je zelf van deze avond? Ik verwacht eigenlijk heel veel liefde, één groot feest, één groot festijn... Um, dat, dat is het namelijk al. Er is ook best wat chaos. Misschien hebben jullie dat ergens al gehoord of gezien. Ja. Het loopt nog niet allemaal helemaal op rolletjes. Maar het is wel leuk. Uh, we zijn live. Ik dank je wel en ik zie je straks op het podium. Dat was uh, een van de presentatoren van dankjewel. de avond, uh, Lawine. Ik praten met uh, mijn uh, collega uh, Ray, you... Ray welkom, dit um, is de, hoe noem ik dit, dit is de mobiele studio van Radio Stanvaste, we zijn nu live in Den Haag vanuit het uh, Wereld Forum. Hey, wat voor avond is het voor jou, wat voor uh, van deze uh, dag? Het is, uh, het is allemaal binnen een week georganiseerd, dus het moet allemaal in elkaar vallen zeg maar, dus we uh, oh. uh, zijn druk bezig. Jij bent directeur van Radio Stanvaste. Uh, wat, 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 wat zal de bijdrage van Stamvassen zijn in dit geheel? Uh, media, natuurlijk. Uh, we zijn nu live op de radio. De oh, live? We zijn nu live op de radio. Streamat live op... gedeeld op de radio. Oké. Okay. En um, sfeerbeelden en een aftermovie. Oké. Okay. Dus uh, we gaan zometeen uh, artiesten interviewen. Mooi. En dan uh, allemaal vragen wat hun bijdrage is ja, ja. aan deze bijzondere dag. Maar wat betekent voor jou, Diwali? Uh, een dag van bezinning. Ja? Ja. Dan, dan ga je in gebed. Wat ga je doen? Ga je mediteren? Zit je ga je aan yoga? Wat is Huis schoonmaken, <laughs> vegetarisch eten, <laughs> ja, ja. alle kwade gedachten op nul zetten uh -huh. en, uh, en alles pos op een positief alles op een rijtje. Oh. Positieve nieuwe jaar ingaan, uh, mooi zo. En, en de Wali wordt er geen vlees gegeten? Nee, nee. oké. Okay. Uh, weet je misschien waarom? Uh, gebeuren niet. Nee. Uh, Maak niet zuid. De daar was dat directeur van staan Vaste. We zijn zo meteen terug bij u. Dankjewel voor dit moment. Mee. Zit uh, Sarana Lila, top artiest in Ach, de scene. Ja, Ik, bedoel, ik, ik heb zoveel uh, videoclip van jou ja, voorbij zien komen. Ah, uh, ook TikTok wordt van jou gemaakt. Dan <laughs> uh, nou ben je echt iemand als mensen jou gaan uh, TikTokken. <laughs> Dan heb je het gemaakt. Dan heb het echt gemaakt. Ja, ik zie kleine oh. meisjes die jou na doen. Dat is op. echt leuk. Ja, uh, ja, ik zie, heel je, leuk. Die, zie je die dingen ook voorbij komen. Ik, ik zie het voorbij komen, ja, zeker. En ja. ik moet eerlijk zeggen, dat is wel een van de leukste dingen hoor, uit het vak. Ja. Dat, uh, dat je als een soort van ja, rolmodel tussen Haakjes fungeert. En um, ja dat, dat die kleintjes vooral naar je opkijken en op je liedjes dansen en uh, mee zingen en gewoon ervan genieten en dat is echt leuk om terug te zien in, in bijvoorbeeld TikTok filmpjes ja, ja, ik heb ik ik kende jou ook niet eens ik ken jou eerst van die TikTok filmpjes nee joh, echt van, ja van een paar <laughs> negies en dan van je, ja. later een, een dochter van een collega van mij heeft ook een TikTok film van jou hoe yeah. heet uh, zij weer maar maakt niet uit dat is de dochter en die vond ik zo mooi denk oh, van, oh haar heb ik ontmoet ja ik geloof ik denk van oh dat moet je ik dacht jij kwam uit India <laughs> echt ja Bollywood ken ja, nou, ja, liggen natuurlijk wel in India. Nee, maar ik dacht, jij woont echt in in. in nee, joh, serieus. Monde, joh. Oh leuk. Nee. Nou, was het maar zo. Ik hou van India, maar. Uh, nee, familie. ik woon gewoon in Nederland. Ik Aha. heb wel uh, mijn roots liggen uiteraard in India. Hmm. Mijn ouders zijn wel geboren en opgegroeid in uh, Suriname, maar ik ben gewoon hier in Rotterdam uh, geboren en uh, opgegroeid. Mooi zo. Wat doe je op deze dag, Diwali? Wat voor dag is het voor jou een hele speciale dag? Mm -hmm. Diwali staat natuurlijk ah. voor uh, overwinning op het duister. Het licht overwint uh, uh, op het duister. Het, uh, het goede overwint over het slechte. Mm -hmm. En um, ja, heel belangrijk. Ik bedoel, van uh, Diwali, uh, hindoes gedenken wereldwijd. Uh, Lakshmi Mata, bidden tot haar en vragen om geluk en zegen. En. Um, ja, vooral dit event uh, wat in het teken staat om uh, mensen die uh, getroffen zijn door Covid, uh, eenzame ouderen ook vooral, te helpen in Nederland, Suriname. En uh, ja, dat vind ik iets wat, uh, wat, wat we zeker niet moeten vergeten en zeker bij moeten stilstaan. En op zo'n dag is dat natuurlijk uh, extra speciaal om, uh, om te mogen doen, om uh, bij te mogen dragen op deze manier. Mooi zo. Je bent in het uh, theater. Uh, ja, Den Haag. Ja. Uh, wat zal die bijdrage zijn vanavond? Uh, ik ga een uh, medley zingen met uh -huh. uh, verschillende mantra's, die heel speciaal voor mij zijn. En voor uh, heel veel uh, mensen, denk ik, voor heel veel Hindoes. Over de hele wereld. Het zijn algemene mantra's, maar uh, ja, heel krachtig. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit uh, live ga doen. Normaal ben ik echt van de Bollywood, zoals je al zei, ja. uh, Engelstalig punkrock zelfs. Ja. Maar, um, en chat niet, noem maar op. Maar dit is de eerste keer dat ik uh, echt uh, budget ga doen. Waar staat jouw carrière nu? Wat is je carrière nu op de band? Ik, uh, nou, ik ben uh, solo. Uh -huh. Ik uh, zit bij Fix Project Management. En ik ben uh, bezig met uh, allerlei nieuwe tracks. Um, en uh, ik vlog ook. Ik ben uh, heel druk eigenlijk. Uh, met, uh, ja. Uh, social media, doe ja. heel veel social media opdrachten met uh, leuke grote merken. Dus uh, ja, op, dat, op dit moment is het natuurlijk even anders door COVID. Ja. Maar uh, ook wel lekker eventjes die rust. Dus, uh, uh, komt yeah. er dan nou nieuwe dingen van jou uit binnenkort? Heb je, ja, uh, absoluut. Dingen? Ik ben altijd wel bezig met ja. muziek, uh -huh. met uh, producers en uh, heel veel origineel materiaal. Uh, zo ben ik ook ooit begonnen, gewoon zelf liedjes schrijven en teksten, niet alleen maar covers. En uh, daar ben ik nu ook mee bezig. Ja, ja want uh, ik, ik, ik volg je van mij doe je ook verschillende stijlen: hè? Bollywood, Engels, rock. Ja. Waar ligt je hart? Um, ik ben begonnen met Engelstalig punk rock. Ja. En op een gegeven moment werd ik benaderd door uh, To Famous Crew. En dat heb ik een aantal jaar mogen doen. Dat was ook heel leuk. En toen ben ik eigenlijk dichter tot mijn eigen roots gegroeid. Um, en met name bij Tegana. Um, echt met dol dat vind ik helemaal te gek, dat is toch wel echt, als ik dat hoor, daar ligt toch wel mijn hart door. Ik voel dat gewoon echt, um, ja, tot in mijn ziel zeg maar, oh ja. dus uh, bij Ghana hou ik wel echt heel erg van. Mm. Tot besluit, uh, Dewali, heb je een speciale Dewali boodschap voor vrienden, familie? Uh, ja, zeker weten. Everybody. Prachtige dag om even stil te staan, inderdaad. Bij jezelf en bij uh, je naaste. En um, geef de moed nooit op. Uh, blijf altijd geloven. Het, uh, het, het goede, het positieve is altijd krachtiger dan het negatieve. Um, verlies de hoop, de moed niet. En uh, blijf doorzetten, dus altijd licht aan het einde van de tunnel. En um, ja, prachtige dag. Onderschat de kracht van gebed niet. Um, er is altijd iemand die meekijkt van bovenaf. Er is altijd iemand die er is voor ons. En uh, vergeet dat niet, zou ik zeggen. Ik heb uh, nu in contact gezocht met uh, meneer Gobin. Van Dreams World. Klopt. Uh, hoe gaat het met jouw krant? De krant is een magazine geworden. Het is een magazine, ja. <laughs> Vorig ja. jaar zijn we overgestapt van, uh, van krant naar magazine. En uh, hij doet het goed. Ja? Ja. Je bent tevreden met? We komen elke maand uit, ondanks de coronaperiode natuurlijk. Hè? Want uh, iedereen heeft het zwaar. Mm -hmm. Maar we zijn, we zijn twee maanden digitaal geweest, gegaan. Door de corona, want alle winkels waren dicht natuurlijk. Maar toen de winkels wel een beetje open gingen, zijn we weer gestart met het distribueren van de magazines. Ja, ja, heel veel mensen zullen uh, zich gaan vragen wat uh, Dreams World Magazine is. W wat is dat eigenlijk? Wat voor Dreams is World is, 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 uh, bestaat bijna 15 jaar. Oké. Okay. En um, je kent vroeger uh, de magazine Pleasure. Ja. En Pleasure was voornamelijk gefocust op uh, entertainment. En wij zijn gefocust op, uh, zeg maar, uh, wat actualiteiten in de krant toen, maar het is nu, zeg maar, columns, opinies, leuk humor. Zeg maar, een platform voor de Surinaams, Caribische... Aziatische doelgroep in Nederland. Oké, okay, mooi zo. Ja. Uh, we zitten hier in uh, World Forum Theater uh, Den Haag. Het is een speciale dag, uh, Diwali. Wat betekent deze dag voor jou? Diwali is natuurlijk een van de belangrijkste feestdagen voor de staan. in wereldwijd waar ze ook zijn. Mm -hmm. En uh, voor mij betekent het een uh, moment van bezinning van na alle drukte, hectiek van het uh, hele jaar, toch even stilstaan wat er gebeurd is van het afgelopen jaar. Uh, he, de, de, de godin Lashmi vereren, uh, reinheid, gewoon heel veilig, wat je ook altijd zegt. En natuurlijk, uh, het is ook ja, even aandacht naar je familieleden en vrienden en kennissen. Want uh, iedereen gaat je een berichtje sturen. Je neemt even tijd om toch wel even de mensen die je geeft, even te benaderen. Ja, ja. Een rustmomentje eigenlijk in het ja, jaar. Ja. Maar wat is jouw bijdrage vandaag aan deze dag hier? Ik ben gevraagd door Arun om uh, deel te nemen in het belpanel. Mm -hmm. Dus uh, Arun, uh, het is druk, druk, druk in deze periode. Um, iedereen heeft een activiteit en ik ken Arun al een tijdje, dus ik zeg van Arun, mijn bijdrage zal zijn dat ik in een belpanel zal plaatsnemen. Ik doe de aftrap in de belpanel. Ja, ja. En uh, wat doet die belpanel? Wat doet het panel? Do panel? Zeg maar, -panel? Uh, mijn, mijn bijdrage was, de, zeg maar, mijn netwerk wat ik uh, heb opgebouwd. Mm -hmm. Om die te benaderen, om uh, Y-Donate uh, een uh, bijdrage te leveren voor de minder bedeelden, de actie van Arun eigenlijk. Ja, ja. En, uh, dus wij donate dus je kan gewoon geld doneren naar? Voor. Ja. dat ja. is een actie die uh, natuurlijk vandaag in World Forum is opgestart. Tenminste, ja. van de week eigenlijk al. En uh, vandaag, uh, tenminste, gisteren was ik hier ook om te kijken, of eergisteren om te kijken van hoe het gaat allemaal, voorbereiding. En um, weet je, ik, 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 de actie is gewoon goed en transparant. Ja. Uh, waar je doneert, kun je precies volgen van uh, hoeveel geld er opgehaald is. En het thema van bij Dewali, corona is geweest, mensen hebben het zwaar. En dat vond ik leuk dat, de, dat Arun die actie heeft opgesteld van, hierna gaan we de afhankelijk van de opbrengst. Um, voor de minderbedeelden een, een leuk pakket samenstellen of bijdrage leveren. Nou ja. Dat is aan hem. Oké, okay, okay. dus, dus dat het gaat, is gaat dus speciaal voor sociaal zwakker in de samenleving. Ja. Is het voor hier of, of, of buiten Nederland? Nou ja, het is de actie die Aron in Nederland heeft opgezet. Dus ik ga ervan uit dat het in Nederland is. Maar hij zal er heel transparant over zijn. Ja. Ik heb gezegd van, ik leef mijn bijdrage in in mijn netwerk die ik ga benaderen. Om, om je acties zo succes mogelijk te laten verlopen. Aha. Hoe hebben mensen binnen uw netwerk gereageerd op uw verzoek? Ja, uh, sommige mensen me, hadden me eerder al gebeld van de week, want uh, er ging uh, een, een brief rond uh, van, uh, vanuit de instantie. Dus mensen zeiden van uh, hey, uh, kan ik nu alvast? Ik zei van nou ja, weet je, ik zit in een belpanel van de week. Ik, ik ben rustig, maar verdiep je alvast erin. Dus vrijdag ga ik in, uh, de actie houden dan bel ik het terug allemaal. Dus mensen waren wel voorbereid, sommigen niet. Maar ja, maar geeft niet. Iedereen heeft druk. En er zijn veel acties. Veel Dewali-acties. En um, nou ja, ik doe hier aan mee, ik conformeer me hier aan. Ja. Tegelijkertijd om vijf uur uh, heb ik vandaag bijvoorbeeld ook de actie van Nationaal Theater, uh, Spuittheater En daar gaan we ook uh, op onze social media live. Oké, okay. ik dank je voor, voor jouw tijd. Uh, de heer Gobien van uh, Magazine uh, Dreams World. En uh, voor jou dan. ook een familie, Sub <laughs> Voor jou, Sub Dewali, voor iedereen trouwens. Dank je. Uh, ik heb nu naast mij, dat is de man die uh, het belteamvraag coördineert. Dat is Hemmen Latsman. Hemmen, uh, wat doet een belteamcoördinator? Belteamcoördinator, wij, uh, althans ik, bedoel van coördineer uh, een groep mensen die dus aan de telefoon zijn. Om uh, de collectors uh, uh, aan te nemen of mensen te informeren van hoe ze de donaties kunnen doen. Uh, mensen te woord staan, mensen uh, die veel vragen hebben over uh, wat het doel van de dag is en wat er met de middelen gaat gebeuren, hoe ze kunnen doneren en waar het goed voor is. Dus dat uh, coördineer ik met een team. Mm -hmm. uh, en wie, wie, wie wordt er gebeld dan? Ik, ik zie een paar mensen daar in die zaal, er wordt gebeld. Uh, nou, wie wordt er gebeld allemaal? Er wordt uh, gebeld naar uh, mensen vanuit uh, ons uh, eigen telefoonboek sowieso al. Er worden mensen gebeld die we, waar we een lijst van hebben gekregen. Uh -huh. Er zijn heel veel mensen die uh, bellen, zelf bellen, omdat er heel veel wordt gekeken. Nu, uh, daar is een livestreaming, daar wordt naar gekeken. Ja, er staat nu? een telefoonnummer op. En er staat de website op. En er staat ook wydonate.nl staat erop. Dus mm -hmm. mensen bellen of ze doneren uh, spontaan vanuit uh, wydonate. Ja, ja, straks ja. Uh, krijg je een paar donaties hè? via WhyDonate.nl. Ik, ik hoop dat we meer krijgen dan een paar. Ja, nou, het <laughs> zal heel veel zijn, dat is ja. wat ik hoop. Uh, wat gebeurt met deze donaties? Wat wij met de donatie gaan doen, ja. is althans de stichting CEWA uh, uh, 1473. Uh, is uh -huh. dat zij dat aan mensen die getroffen zijn door de corona of door allerlei andere zaken, dat zij uh, die mensen zullen gaan ondersteunen. Het is niet zo dat iedereen uh, 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 aan de organisatie kan komen van 1473, kan jij mij doneren om of tenminste ondersteunen. Nee, er wordt een check gedaan, er komt een team die dat gaat controleren, gaat bijhouden en checken van inderdaad als mensen in aanmerking komen voor een, voor een donatie of voor een bijdrage om in deze donkere dagen toch door te kunnen. Ja, uh, wat denken jullie aan? Denken jullie aan mensen hier of mensen nee, in Suriname? Nee, mensen hebben zo, zowel in Suriname als hier. Alleen het, uh, het, het coördineren van de groep vanuit Suriname zal iets lastiger worden. Ja, maar daar gaat de organisatie uh, ook naar kijken van hoe ze dat uh, kunnen, kunnen coördineren. En ...toetsen als er werkelijke donatie of tenminste hè, ondersteuning nodig is. Mm. Maar hier met name wordt gekeken naar uh, wie heeft het nodig... ...op criteria van uh, wat hebben ze meegemaakt, zijn er situaties in de familie... ...zijn er mensen die inderdaad uh, werkloos zijn geworden of een zaak kwijt zijn geraakt... ...of dat ze uh, dierbaren zijn verloren. Dus op allerlei fronten wordt er een beetje gekeken... ...en er wordt heel soepel toegepast om uh, mensen toch een steuntje in de rug te geven... Is het gebruikelijk dat uh, uh, u en uw organisatie, Dewali, uh, koppelen, een feestdag koppelen aan een, aan een goed doel? Nee, de ik, moet, keer, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, dit is nog nooit eerder gebeurd nee. en ik ben ontzettend blij dat uh -huh. dit gebeurt. Alleen ja, het is jammer dat het natuurlijk in een periode gebeurt van een corona situatie, pandemie. En dat lijkt alsof uh, hè, uh, uh, het, is, het is al sober, hè? Bedoel, het is al een situatie. Uh, en uh, die wali is toch een feest om te zeggen: van, uh, leuk om uh, uh, elkaar, uh, elkaar uh, op te zoeken, om uh, elkaar uh, toch iets leuks uh, toe te spreken, aan te spreken. Maar ja, in deze sombere en donkere dagen ben je toch. Ja, uh, is dat niet prettig om te doneren? Maar er zijn wel heel veel mensen die die. Donatie ontzettend goed kunnen gebruiken. Okay. En meneer Pinas, ik denk dat we met z'n allen zeer zeker naar die mensen ook moeten omkijken. Mm -hmm. eh, voor mij is het de eerste keer dat een uh, uh, Diwali-viering zo groot is opgezet. Hè? Ja, geweldig, Qua, hè? Uh, ik bedoel dan niet wat men hier ziet, maar gewoon uh, de mogelijkheid om dit te volgen. Want voor mij is er de hele wereld nu naar te kijken. Ja. Radio in Suriname, standvast hier, ja. en televisie-livestream. Uh, Corona zorgt voor creativiteit, zeg ik dan. Ja, ja <laughs> Want, absoluut. Ja. En wat ik u net zeg, ja, we hebben het liever, liever niet zo gehad. Ja. We hadden het liever, liever wat anders gehad. Mm -hmm. Maar dat is ook je creativiteit wat wij vanuit de corona hebben geleerd. Als we dit kunnen blijven toepassen, natuurlijk in de toekomst, als corona achter de rug is, dan denk ik dat we hele mooie producties zouden kunnen doen. Ik ben zo. Uh, ik ben regelmatig hier in het congresgebouw geweest, of uh, het voormalige congresgebouw, nu het Wilt Theater, om allerlei shows te presenteren en zo'n zaken. En uh, zo goed als het nu is opgezet, als ik kijk naar de podium zo mooi en creatief als dat is opgezet met een team aan uh, technici en media die er aanwezig is dan ben ik daar ontzettend blij mee dat, uh, dat, het, uh, dat het zo kan en ik hoop dat dit ook verder kan voortzetten, maar dan is het aan de corona hoop ik ook ja. vaart. ik hoop dat het ook uh, snel voorbij is en dat er een vaccin komt. Ik heb net met mijn radiocollega gesproken in de studio en die reacties zijn overweldigend. Uit Suriname, mensen die zitten te genieten vanuit hun luierstoel. Het is gewoon top wat er allemaal hier gebeurt. Is er een, hoe laat, tot wanneer kunnen mensen doneren? Blijft het, is het een ongoing thing of komt er een einde, is er een deadline? Om ja, kijk, er komt de deadline. Als er mensen zijn die geen donatie meer nodig hebben, en uh -huh. zolang dat er is, zouden de donaties ja. gewoon voort moeten gaan. Ja. Want de bedoeling van, van uh, CEWA 1473 is juist, wat we nu hebben, wat we vandaag ophalen, steken we straks in. Ander, uh, in projecten van, uh, van mensen die dat nodig hebben. En dan, komt er, en dan moet er constant maar uh, komen en gaan zijn, waardoor uh, vele mensen daarvan kunnen profiteren en genieten van uh, de donaties die mensen. Uh, doneren aan mensen die, die het echt nodig hebben. Oké, okay, dus ja, het is dus, niet alleen voor De Waal. Je kan uh, voortdurend doneren. Voortdurend, ja, whydonate.nl ja, whydonate.nl en dan kunt u doorscrollen naar Fundraising en van daaruit naar SEWA. En vanuit SEWA kunt u vanuit uw telefoon of vanuit WhatsApp kunt u uh, doneren. En u ziet, het is een transparante organisatie. Whydonate ja. is een wereldwijde organisatie waarbij u ziet wat u doneert heeft. En wat anderen ook gedoneerd hebben, u ziet daar totalen op. En dat is zo transparant als je dat kan zijn. Een betere uh, uh, club is er niet die uh, zo transparant kan zijn. Dankjewel. Ja. Dat is de heer uh, Hemant uh, Latschman. Hij is vandaag de coördinator van het Belteam in de Belzaal waar mensen zitten om te bellen. En hij is ook een van de medeoprichters van uh, Kenniskring Suriname. Nederland-Suriname. Nederland, Suriname. En wij Binnenkort... doen het Milan Festival. Ook. En hij doet het <laughs> Festival. Binnenkort wordt hij deze manier uitgebreid op uh, radio Staan Vasten. Jongens, ik heb hier uh, Purushottam, Rob Sitaldin. Dat betekent verheven het, uh, het eeuwige naar het uh, bovennacht, <laughs> en nog meer van dat soort geweldige teksten. Hey, vertaal ik hem goed? Purushottam, wat ja, betekent nee, het eigenlijk? Ja, het is uh -huh. Dat is Dat is Purush, betekent man, en Uttam is verheven. Wat is er, wat idee is bij de Hindoesische dat, dat hoe het staat: je namen, het dat betekent hoe je naam is, zo zal je zijn. Dus dat hopelijk dat je reminder krijgt telkens als je naam hoort: van hey, ik moet proberen toch wel beter te zijn. Ja, maar wat, wat zal je bijdrage zijn vandaag? Nou, ik, heb, uh, ik heb de dienst, dus de, dus de religieuze dienst geleid zo net. Ivo, uh, moet ik naar u kijken of naar de camera? Je ik... mag overal, je mag doorgaan. Okay. Nee, oké, uh, Je mag naar de camera ik kijken. Op de camera, maar, heb ik... maar vooral in de microfoon praten. Oké, okay, ja, mm. oké. Okay. Uh, ook contact met de, met de mensen thuis. Mm -hmm. Ja, dus uh, ik ben de priester, de pandit noemen we dat in, uh, in het hindoeïsme. En ik heb de religieuze dienst gedaan van die Pauli. Dus vandaag is die Pauli. Dus in de dienst zei ik ook van het is bestemd voor iedereen ongeacht de geloofsovertuiging. deze dag. En of je ook niet gelooft. Dus de mensen die ook tegen God zijn of niet geloven. Maar gewoon overtuigen. Mm -hmm. Die Pauli is voor een ieder. Die Pauli staat voor. Dus dat zie je. Uh, lakshmi, een vrouw. Prachtig uitgebeeld. Dus God als vrouw. Ja. Licht uitstralen. En Lakshmi staat voor voorspoed en rijkdom: rijkdom, materieel en immaterieel. Dus geestelijke rijkdom. Goed bij mindset, goed kunnen studeren, goed met elkaar om kunnen gaan, vriendelijk zijn, maar ook materiële rijkdom. Zonder geld had ik toch deze pak, uh, zou ik dit pak niet kunnen kopen. Ja. Uh, en dan wil ik het hebben over het uh, Diwali-feest. Ja. Is Diwali alleen voor Hindustanen of uh, mensen als mij, Capri, mogen ze er ook vieren? Of maar zo? ik heb net gezegd, in oh. de eerste, ik zei het toch voor iedereen. Oh, oké. Okay. Ja, Ach, ik, ik, ik begon daarmee. En dat heb ik ook in die, zelf in die dienst, in die religieuze dienst net gezegd. Mm -hmm. Van doet u met me mee? En ik zei net, ongeacht uw geloofsovertuiging. Dus ongeacht uw seks, of je nou, uh, uh, hoe noemt u het, homo bent, lesbische bent, en of u, wie dan ook, of je nou criool uh, uh, bent, Javaan bent, het gaat om de essentie, om die boodschap. En Dat die wel. boodschap is voorspoed, kan maar zeggen, het gaat puur voorspoed mm -hmm. en om rijkdom. Maar rijkdom, beide dingen, materieel en immaterieel. Vandaag noemen we God Lakshmi. Waarom ook die naam? Alles heeft goed reed. Graag, wat, waarom die naam? Ja, Lakshmi? daarom. Dus ik heb net uitgelegd, iedereen, als je gewoon een Hindustaan vraagt, dan gemiddelde een Hindustaan op straat wie die ook niet wat die betekent. Nee, mag ik u zeggen, 100 uh -huh. Ook zelf veel priesters kennen het niet. Waarmee ik wil aantonen van: men doet heel veel, maar men doet, weet niet waarom men het doet. En je moet altijd weten waarom je iets doet. Ja. Dat is ook met mijn achtergrond van de wetenschap dat ik dan zo doe. Ja. Dat ik zo denk. Aan mijn studenten zei ik ook, geloof niet wat ik zeg, ga eerst onderzoeken. Of het wel waar is wat ik zeg. Lakshmi. Laksh is Sanskrit voor doel. Ja. Mi. Mijn doel. Oké. Okay. En wat is je doel? Voorspoed. Dus voorspoed betekent succes hebben. Ja, ja. En... Rijkdom, materieel, uh, dus auto, een uh, mo mooi pak hebben, mm. goed inkomen, k kinderen hebben, maar immaterieel vooral, namelijk gezond verstand, goed kunnen leren, et cetera, gezondheid. En dan het belangrijkere, dan gewoon het doel, luxe, dus moet de target. Je moet getarget zijn, gefocust zijn op het doel. Dat betekent luxe, Mio. So Zoals. Er staat ook in een van de geschriften. Zoals een schutter gefocust is op het doel. Heel rustig aan het kijken. Zoals een, een, een kraanvogel. weet die vogels die dan st st staan te loeren in het water. Totdat een visje voorbij komt. Ja. Zo'n regen. En plots hapt hij. Met die aandacht moet je gefocust zijn op het doel. Daarvoor, dat is lachmi, dat betekent lachmi. Ga op je levensdoel zich focussen. Dankjewel. Dat was okay. uh, Pandit uh, Rob Sitaldien live uh, op uh, Stamvaste Radio en TV. Ik dank wel, Pandit. Okay, dank je, prachtig geweest. Prachtig.